Oranjekoorts stijgt in de huiskamer, maar ook in het café. Morgen speelt het Nederlands elftal zijn eerste EK-wedstrijd tegen Polen. We hebben een EK-kaart die dadelijk op tafel komt te liggen met leuke EK-gerechten. Er ligt een grasmat binnen en er ligt een grasmatje buiten. En extra controles aan de grens vanwege het EK. Deze zijn bedoeld om mogelijke terroristen en hooligans op te sporen. Da kommt es ein bisschen aufs Bauchgefühl der Kollegen an, die schauen sich das an und viel Erfahrung ist vorhanden, um sich eben die rauszusuchen, die wir hier kontrollieren wollen. Een wiet-experiment nu ook in Arnhem en Nijmegen van start. De proef moet een einde maken aan de illegale teelt. We mogen wel verkopen, maar we mogen niet inkopen. Dat maakt natuurlijk dat je eigenlijk altijd strafbaar bent en op eieren moet lopen. Goedenavond. De bierfusten worden afgevuld. De schermen en de laatste oranje attributen worden opgehangen. Cafés maken zich klaar voor een bruisende voetbalweek, weken. En natuurlijk de eerste wedstrijd van Nederland tegen Polen op het EK voetbal in Duitsland. Het oranje gevoel kwam misschien wat langzaam op gang, maar is nu volop aanwezig in Gelderland. Het leefde nog niet zo, zeker niet na al die strubbelingen vooraf. Maar na de afgelopen twee oefenwedstrijdjes hebben we er toch wat meer vertrouwen en wat meer hopen. Dus we gaan er weer vol voor. Ja, en daarom heeft de baas van de Derde Kamer in Nijmegen de oranje prularia weer van zolder gehaald om zijn café en terras vrolijk te versieren. Bij wedstrijden van Oranje zit het terras bomvol. Zo'n 200 supporters kijken hier altijd naar de oranje wedstrijden. En dan wordt er ook nog binnen op de schermen gekeken. Sfeer is heel belangrijk. Het gaat om sfeerbeleving. We lopen altijd wel voorop om allerlei dingetjes te organiseren. De EK-pool, we hebben een EK-kaart die dadelijk op tafel komt te liggen met leuke EK-gerechten. Er ligt een grasmat binnen en er ligt een grasmatje buiten. We hebben neergelegd, ja, de vlaggetjes. En met elkaar schouder aan schouder de wedstrijden bekijken. Ja, ik zie het nu, een grasmat. Ja. Ja, dat is best lekker. Zacht aan de voetjes. Ik kan me een beetje inleven in de spelers inderdaad ook. Overigens hebben we het aan Bart van den Berg te danken dat er dit EK buiten voetbal gekeken kan worden. De Nijmeegse kroegbaas startte een succesvolle actie tegen de belasting die de overheid wilde gaan heffen op tv kijken op het terras tijdens het EK. Ja, en als de traditie om zeep geholpen gaat worden door belachelijke bedragen, ja, dan is het einde zoek, denk ik. En dan heb je dag over mijn lijk. Dat nog net niet. Dat nog net niet. Het Nederlands elftal speelt morgen om 3:00 zijn eerste wedstrijd in Duitsland tegen Polen. Ja, en dat merken ze ook aan de grens. Op de A12 worden auto's door de Duitse politie van de weg gehaald en gecontroleerd. De extra controles zijn bedoeld om mogelijke terroristen en hooligans op te pakken voordat ze Duitsland inrijden. Maar ze veroorzaken ook lange files richting Duitsland. Vandaag en ook gisteren staan er kilometerslange files op de A12 richting Duitsland. We proberen, wie gesagt, zo weinig mogelijk in den verkeer in te grijpen. Ja, veel meer kan ik dazu leider niet zeggen. Daar waar we erkennen dat de stau zu lang wordt, zu groot is, reduceren we ook kurzzeitige controlemaatregelen. Net over de grens bij Beek rijden de auto's stapvoets langs de bewapende Duitse politie. Waar de een mag doorrijden, moet de ander afslaan richting de politiepost op het terrein van het oude douanekantoor. Daar worden auto's en documenten grondig onderzocht. We schauen in eerste linie naar gewaltbereiten, voetbalfanstörern, soweit man dat erkennen kan. Daar komt het een beetje aufs Bauchgefühl der Kollegen aan, die schauen zich dat aan. En veel ervaring is vorhanden, om zich eben die rauszusuchen, die we hier controleren willen. De politiecontroles aan de grens duren nog tot 19 juli, 5 dagen na de finale wedstrijd van het EK. Aanstaande maandag is het zover. Na Tilburg en Breda doen ook Arnhem en Nijmegen mee met het experiment van legaal geteelde wiet. Nu wordt wietgebruik gedoogd, maar is de productie ervan illegaal, wat vaak zorgt voor criminaliteit. Het wietexperiment moet een einde maken aan deze situatie. Een jointje roken. Het wordt in Nederland gedoogd, maar de productie en inkoop van wiet is feitelijk illegaal. En dat leidt tot een vreemde situatie voor coffeeshops. We mogen wel verkopen, maar we mogen niet inkopen. Dat maakt natuurlijk dat je eigenlijk altijd strafbaar bent en op eieren moet lopen. Tegen die schizofrene toestand, die van alles oproept, is juist besloten een aantal jaar geleden om een experiment te starten om te kijken of we er één lijn van kunnen maken. Vanaf productie bij een teler tot aan de verkoop aan de consument.
Na een overgangsperiode mag er vanaf half september alleen nog legaal geteelde wiet verkocht worden. Maar van de 10 beoogde wiettelers zijn er nu pas 3. Ja, waarvan eentje ook maar heel erg mondjesmaat kan telen. En eigenlijk weinig kan betekenen voor ons op dit moment. Dus het is een hele vervelende situatie. Het is natuurlijk van groot belang dat de coffeeshops voldoende kwaliteit, kwantiteit en diversiteit kunnen bieden. Anders betekent dat dat onze klanten naar de straat zullen gaan. En wat nou als er tegen half september onvoldoende legaal geteelde wiet aanwezig is, of als de kwaliteit daarvan ondermaats is? Ja, dan kan het dus heel goed zijn dat ik dan het besluit neem dat we niet op half september gaan meedoen. Want één ding wil ik niet samen met, ik denk iedereen, en ook niet met de coffeeshophouders, dat we chaos op straat krijgen, allerlei illegaliteit en openbare ordeverstoring, omdat de mensen straathandel begint op te bloeien. Daar gaan we niet meemaken. Zometeen mogen we een kijkje nemen in het archeologisch depot Gelderland. Daar onderzoeken ze alle vondsten van het Romeins heiligdom in de buurt van Zevenaar. We zien ook mensen uit verschillende delen van het Romeinse Rijk. Dus het wordt een heel diverse groep mensen die zo tot ons spreekt. Marjolein Faber blijft kandidaat minister van Asiel en Migratie. Gistermiddag hielden de formerende partijen een crisisoverleg over de PVV eruit Hoevelaken. Dit omdat VVD-leider Dylan Jezelges zich kritisch uitliet over de keuze van Faber op deze post. Faber reageerde zelf op het platform X dat ze de reacties op de commotie begrijpt. Ze belooft dat ze zich als lid van het kabinet altijd zal uiten binnen de lijnen van het hoofdlijnenakkoord. Het is de bedoeling dat het kabinet eind juni wordt beëdigd. Op de Schimmelpenninkstraat in Apeldoorn is vannacht geschoten op een café. Daarbij is een 55-jarige man licht gewond geraakt. Op het moment dat het gebeurde waren er meerdere mensen in het café aanwezig. En na de schietpartij heeft de politie de omgeving afgezet voor onderzoek. Er is nog niemand aangehouden. Dit is een symbool voor troost. Het waterereteken was vandaag bij veel brandweerkazernes in Nederland te zien. Ook in Schaarsbergen vanwege de nationale herdenking van omgekomen brandweerlieden. Ja, wij herdenken vandaag de 99 brandweermensen die zijn gestorven tijdens het optreden van hun brandweerwerk. Daarvoor staan we vandaag stil. Herman Jonker, Ludovicus van Berlo. Nabestaanden legden bloemen en demissionair minister van Justitie en Veiligheid Jezelges sprak haar waardering uit voor brandweermensen. In tijden van gevaar en nood gedragen brandweermensen zich alsof de hele samenleving familie is. Ja, het is alweer 2 jaar geleden dat bij Herwe in de buurt van Zevenaar een Romeins heiligdom werd ontdekt. In totaal werden er wel 80.000 vondsten gedaan. Genoeg voor jaren onderzoek. Maar wat weten we inmiddels over de opgravingen? Onze verslaggever zocht het uit. Het was een gigantische opgraving in Herwe 2 jaar geleden. Verschillende tempels werden er gevonden en andere bebouwing. Ondertussen worden veel vondsten geanalyseerd. Bijvoorbeeld hier bij dit archeologische bureau in Zutphen. Op de computer zijn we met heel veel resten proberen we echt zichtbaar te gaan maken, zeg maar. Hier wordt het hele heiligdom in kaart gebracht. Dit vierkant komen we nu achter, dat is een kleinere tempel geweest. En als we een stukje opschuiven, dan komen we de resten van nog een tempel tegen. Maar ook alle gevonden voorwerpen worden onderzocht. Soms zitten daar heuse mysteries tussen. Zoals deze paardenbotten, gevuld met lood. Die hebben ze uitgehold met een boor, waar we hier het uiteinde van de boor nog kunnen zien. En daarna hebben ze dat holle bot helemaal opgevuld met gesmolten lood. Ik heb echt geen flauw idee wat ze hiermee wilden doen. En dat is het leuke van dit onderzoek. Dat we ook gewoon dingen tegenkomen waarvan we geen idee hebben wat het is. Ja, daar is dus nog geen antwoord op. Een plek waar dit soort vraagstukken dagelijkse kost zijn is het archeologisch depot Gelderland. Daar buigen ze zich over stenen met teksten in het Latijn. Ook gevonden in Herwe. En welke stukken stenen passen dan bij elkaar en wat vertellen ze ons? Hier kijkt een heel team van deskundigen naar. Ah, kijk, hier misschien. Dit zou kunnen passen, zie. Even kijken. Ah, tof, ja. Langzamerhand komen de puzzelstukjes soms letterlijk bij elkaar. Maar er zijn ook hele stenen met inscripties gevonden. En dit alles vertelt al een heleboel.
We hebben al ontdekt dat het vooral militairen zijn die de inscripties hebben opgericht. We zien verschillende militaire eenheden, dus verschillende eenheden van het Romeinse leger. En dat, ja, dat begint langzaam zo vorm te krijgen. We zien ook mensen uit verschillende delen van het Romeinse Rijk. Dus het wordt een heel diverse groep mensen die zo tot ons spreekt. Maar wat ze dan zeggen is soms lastig te lezen. De letters zijn vaak beschadigd. En het klinkt misschien gek, maar ze natekenen helpt. Het werkt beter dan de stenen op de foto zetten. Want rommel kun je weglaten. Ik kan sommige dingen ook iets verduidelijken. Hè? Ik ga niks apart toevoegen. Dat doe ik niet. Ik ga ook niet zelf iets te gauws bijvoegen of zo. Ik teken alleen maar wat ik zie. Het vraagt om een nauwe samenwerking tussen de verschillende deskundigen. Want ja, wat staat hier nu? Nee, ik kan geen Latijn. Nee, dat is alleen maar goed. Ja, bij een project als dit zijn er veel disciplines die mee moeten kijken om het verhaal uiteindelijk compleet te krijgen. Ja, en wanneer dat verhaal compleet is, dat kan nog wel een paar jaar duren. Pannenkoeken zonder ei, vegan zeep en boter zonder melk. In Apeldoorn zijn deze producten deze week onderwerp van gesprek tijdens het allereerste vegan festival. Oftewel het Plenty of Food Festival. Ja? Dit is het eerste vegan festival van Apeldoorn. En wat we doen is zeg maar op een hele leuke manier iedereen kennis laten maken met een duurzame levensstijl en een vegan levensstijl. In Apeldoorn hebben we ook geen vegan restaurant, dus heel vegan maaien is het nog niet heel erg. En wij proberen dat nu te veranderen. Zo hebben de inwoners de handen uit de mouwen gestoken voor een wedstrijd heel Apeldoorn bakt vegan. Dus bak ik heel graag heel veel taarten. Dus toen het heel Apeldoorn bak langskwam, ja, thuis zeiden ze ook al meteen, meedoen, dat moet je meedoen. Dus daarom heb ik meegedaan. Ik denk ook dat het voor mensen op hun budget een uitkomst is. Omdat je een ei kan vervangen door bijvoorbeeld een eetlepel azijn. En dat heb je altijd in huis. En de taarten moeten natuurlijk ook geproefd worden. Het is wel een enorme straf om op dit moment kinderburgemeester te zijn. Ja, het is niet te doen. Het is echt. Ja, ik zou het aan niemand aanraden. Tot nu toe had ik niet echt het gevoel dat het vegan is. Maar hou jij eigenlijk wel van taart? Ja, wie nou niet? Nou ja, we gaan kijken of we dat volgend jaar weer willen doen. Of dat we iets heel anders gaan doen, ik weet het nog niet. Maar dit smaakt wel naar meer. Letterlijk. Letterlijk. Ja, dan nog het weer. Het was bewolkt, maar zo nu en dan kwam de zon door. Het werd niet warmer dan 18 graden. Vanavond krijgen we te maken met een paar stevige buien, lokaal met onweer. En ook vannacht gaat het zo nu en dan regenen. De temperatuur zakt naar 12 graden. Morgen blijft het wisselvallig. Zon en regen wisselen elkaar dan af. En een enkele bui kan fel zijn met een klap onweer. Gelukkig is het wel vaker droog dan dat het regent. Het wordt 17 tot 19 graden. De komende dagen wordt het dan eindelijk warmer met een maximumtemperatuur van 24 graden. Er is af en toe zelfs zon, maar op elke dag dan is er nog kans op regen. Tot zover deze uitzending. Meer nieuws vind je op onze site of op gld.nl. Nog een hele fijne avond.